Ja, Delft had vroeger een kraakbeweging. Die is niet meer. Je hebt nu een anti-kraakbeweging. Die eigenlijk voor zorgt dat er geen krakers in komen. Maar feitelijk zijn ze op, in één aspect doen ze hetzelfde. Namelijk ervoor zorgen dat er in ieder geval geen leegstand is. En dat was vooral, vroeger was dat erg belangrijk. Dat er stond vrij veel huizen stonden er leeg. En toch was er wel een grote behoefte voor bewoning. En daar zat het spanningsveld. Ik heb eigenlijk veel te danken gehad aan die kraakbeweging toen de tijd. En daar wil ik het over gaan hebben met u. Het is, dan moet ik terug naar 1979. Dat was het jaar dat ik in Delft kwam. Of ik, eigenlijk wij. Want ik was toen al getrouwd. En dat kwam omdat ik nog een bijzondere leerweg had gevolgd. LTS, MTS, HTS. En toen dacht ik van ja, waarom ook de TU niet proberen? Dus ik was al wat ouder. Ik kwam oorspronkelijk een beetje van het platteland. Dus ja, Delft was eigenlijk wel echt de stad voor mij. En dan vooral nog zo'n studentenstad. Dat was helemaal nieuw. We moesten natuurlijk eerst te gaan wonen. En we werden ingestemd uiteindelijk op het Begijnhof. Battleziekenhuis, het oude Battleziekenhuis. En dat was aan alle kanten in het gebouw nog te zien. Het bleek wel alsof ze toentertijd in één keer eruit zijn weggelopen. Er stonden allerlei attributen nog. Wij hadden een operatielamp die boven de tafel hing. Het was enorm ruim, heel veel overtollige ruimte ook. Je voorstelt een badkamer met een hele grote badkuip waar je ruim omheen kon lopen. En het was best riant. Wij hadden een ziekenzaaltje van 4 bedden. Oorspronkelijk het was de afdeling ernstige gevallen en we hadden tegenover. Tegenover ons was het aflegkamertje. Dat was onze logeerkamer. We hebben niet tegen alle logees gezegd dat zo was. We hebben daar een hele leuke tijd gehad, maar het was voor ons wel wennen, dat studentenleven ook. Het was de bovenste verdieping, 2 grote galerijen, of dat kwam dan samen, 25 man. En als we gezamenlijk aten, dan leek het wel alsof we aan een bruilofttafel zaten. We hebben daar een hele leuke tijd gehad. En uiteindelijk wat meehielp om populair te maken daar, dat ik een eendbestel had. Eendbestelwagen die was natuurlijk voor studenten prima om mee te helpen met hun verhuizingen. Maar ook om de biervoorraad aan te vullen. 32 kratten pasten erin. Hebben we ook hele leuke feesten daar gehad. En die feesten die werden eigenlijk steeds uitbundiger. En vooral vanwege het feit dat toen op een gegeven moment de SDSH, dit was eigenlijk de studentenhuisvesting, dat ze zeiden van nou, we gaan het gebouw gaan renoveren en jullie moeten het allemaal uit. En ja, toen gingen we helemaal los. Ik weet nog dat we een strandfeest hebben gehouden. Iedereen met emmertjes zand naar boven, palmboom erin. En het was echt bijzonder, zullen we maar zeggen. Maar wat natuurlijk wel minder was, is dat we zouden elkaar gaan verlaten. We zouden nooit meer allemaal bij elkaar blijven. Studentenhuisvesting die had wel de verantwoordelijkheid om ons onder te brengen. Maar waar we terecht zouden komen, dat was onduidelijk. En we hoorden eigenlijk al vrij snel dat we er niet op vooruit zouden gaan. Dus het werd aangeraden om vooral ook zelf rond te kijken. Dat hebben we gedaan. En toen werden we op een gegeven moment getipt voor een woning op de Nieuwe Laan. Dat is een blok van oude woningen, van sociale woningbouw type. En het stond op de nominatie om gesloopt te worden. En de eerste woning, de benedenwoning, zou vrijkomen.
Nou, wij zijn er naartoe gegaan om ons te oriënteren en we werden allerhartelijkst ontvangen door de mensen daar. En vooral door de mensen boven ons, want die zeiden, ja, wij vinden dat gewoon niet prettig, het idee dat dat leeg komt te staan. Daar gaan qua jongens gaan daar vuurtjes in stoken en dan voelen we ons niet meer veilig. Dus kom alsjeblieft, van harte welkom. Ja, nou, ik denk van dat gaan we proberen, maar wij vonden dat wel spannend, omdat, wat ga je nou, in welke volgorde ga je dingen doen? Dus we zijn er uiteindelijk gewoon ingegaan, een ander slot op de deur, want het was gewoon al leeg gekomen en het stond echt gewoon braakleeg. Dus plantje voor de deur, voor het raam en een veldbedje en een tafeltje. Dus het leek net alsof we er al woonden, maar feitelijk woonden we er nog niet. En toen hebben we op de energiebedrijf aangeschreven en de woningbouwvereniging. Nou, dat heeft wat gesteggel gekost, maar uiteindelijk, tot onze verbazing eigenlijk, heeft de woningbouwvereniging, die zegt van, die kwam door met een huurcontract. Een huurcontract waar we feitelijk niets hoefden te betalen, hoe mooi kan dat zijn, maar waar we ook geen enkele rechten konden ontlenen. Het kwam er gewoon op neer dat we weg zouden moeten zodra het hele pand, het hele blok leeg zou zijn. Dus u begrijpt het al. Wij hadden de baat bij als het zo laat mogelijk leeg zou komen. Dus uiteindelijk, wij gingen daar wonen. En wij hielden goed contact met de bestaande bewoners. En wij hoorden dus op een gegeven moment na een maand of drie dat er een tweede huis leeg zou komen. En nou, wij zoeken in onze kenniskring en nou, er was belangstelling genoeg. Dus dat die woning die raakte ook bezet. Nou, die mensen die hebben eigenlijk geen huurcontact meer gekregen. We zijn volgens mij de enige geweest die zo'n huurcontact hadden. Volgens mij hebben ze daar misschien ook zelfs wel spijt van gehad om dat gegeven te hebben. Maar goed, die zijn er ook gaan wonen. Na een half jaar kwam een derde woning leeg. En toen we op een gegeven moment 's morgens gingen kijken. En toen bleek dat die hele woning kapot gemaakt was. Dus moet u voorstellen, aanrecht, wc-pot, wasbakken, alles stuk, de ramen dichtgespijkerd en de deuren dichtgespijkerd. Dus de woning was gewoon echt onbewoonbaar gemaakt. Nou ja, dat is een schrikbeeld. Dat is een heel treurig gezicht in zo'n straat. Maar het is zoals het is. Dat was wel het moment dat we dachten van misschien moeten we de kraakbeweging erbij halen. En eens even met hun gaan kijken of we toch niet de rest van de woningen kunnen behouden. Nou, die hadden belangstelling. Die zijn uiteindelijk toch in die woning naar binnen gegaan. Er was eigenlijk niet meer te wonen, maar ze zijn er toch ingegaan. En als ze een toilet of zo nodig hadden, gingen ze bij ons of bij die anderen. En in afwachting tot er weer een woning vrij kwam. En die woning die kwam uiteindelijk vrij. En moet u zich voorstellen, ik lig te slapen, 's morgens vroeg. En ineens hoor ik een glasgerinkel. En een geschreeuw. En mensen hardlopen. Van alle kanten gingen de deuren open. En er stonden dus mensen met mokers. Maar daar tegenover een overmacht aan andere mensen die uit die deuren vandaan kwamen. En een hoop geschreeuw en om ze tegen te houden. En er zijn daadwerkelijk ook wat schermutselingen geweest. Nou, uiteindelijk zijn ze afgedropen. En ik denk dat dat gewoon, daarna was het gewoon eigenlijk voorbij. Dus wij, in de zin van, daar zijn ook mensen in komen wonen. Toen zijn we ons gaan verzamelen. We zijn gaan kijken van, oké, kunnen we niet een vereniging gaan starten? Kunnen we niet onszelf sterk maken? Een protest boodschap gaan uitzenden, ook naar burgers toe, want het is eigenlijk toch wel heel zonde dat huizen die eigenlijk, waarvan het casco nog heel goed is, die een lage huur hebben, dat die weg worden gehaald om uiteindelijk iets te gaan bouwen wat wellicht een veel hogere huur heeft. Waarom kan dat niet blijven bestaan? Nou, die protestacties die hebben uiteindelijk ook zijn vruchten afgeworpen. De vereniging is er ook gekomen. Het is echt een Het pand is aangekocht, er waren twee architecten in opleiding die hebben prachtige tekeningen gemaakt en uiteindelijk is er een enorme grote verbouwing geweest. Het is nog steeds
Het gebouw bestaat dus nog steeds. En er wonen nu 30 mensen wonen erin. En ze hebben gezamenlijke activiteiten op het gebied. Gezamenlijke keuken hebben ze. En ze doen een aantal dingen samen. Ze moeten ook op basis van instemming komen er ook andere mensen in. Er waren allemaal enorme pijpenlaadtuintjes. Die pijpenlaadtuintjes zijn allemaal bij elkaar gestopt. En er was eigenlijk ook nog een soort binnentuin in aansluiting met de Ezelsveldlaan. Samen is het een hele grote tuin geworden. Die hebben ze heel mooi opgeknapt. Grote vijver, bruggetje eroverheen. En daar worden altijd nog grote feesten gehouden. En daar worden wij ook voor uitgenodigd. Want, en daar voel ik me eigenlijk altijd toch nog wel een beetje speciaal. Ik voel me toch nog wel een klein beetje de Nestor van de club natuurlijk. En, maar ik weet niet, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, eind goed, al goed. Ik weet niet of de projectontwikkelaar nou uiteindelijk zo blij is geworden van het eindresultaat. Want die heeft zich natuurlijk in allerlei bochten moeten wringen om toch nog zijn project, zijn gebouw te realiseren. Dat kunt u misschien, hier is nu de tuin. Maar een volgende foto, die is wat moeilijk te zien. Ja, nu is hij goed te zien. Dan ziet u dat, dat overhangende gebouw. Ja, dat is het laatste wat hij er nog van kon maken. Dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen, daarmee een blijvende herinnering aan een stukje roerende geschiedenis. Dank u wel.